Maar we zijn hier vandaag omdat nu de opening hebben van het gebouw. Dat betekent nog niet dat de huurders erin zitten, maar de bouw is bijna klaar. Voor de kerst is het afgerond. En we wilden even een moment pakken samen met Uwoon, de gemeente, om dit feestelijk moment toch te omarmen. Maar dit gebouw is bijzonder omdat dit een combinatie is. We hebben de helft gebouwd voor regulier woningzoekenden en de helft samen met Kariander voor mensen met een zorgindicatie die natuurlijk ook een woonplek zoeken en die hier ook terecht kunnen. De mensen huren van Uwoon, maar ze krijgen wel zorg van Kariander. Een geborgen plek, midden in die maatschappij, midden in die wijk. En dus niet alleen maar voor zorg, maar voor iedereen. We bieden in één keer 48 appartementen aan, maar dus voor een hele verschillende doelgroepen aan mensen. Welkom allemaal, hier bij de opening van het nieuwe pand aan de Langendijkstraat. Ongeveer een goed jaar geleden stonden we hier ook voor de eerste officiële handeling. Die samenwerking met Uwoon is wat dat betreft ideaal. We hebben dezelfde doelgroep, we doen het voor die mensen met een kleine beurs, om ook hun een eigen woning te geven. En dat is hier weer gelukt. Het staat of valt natuurlijk al bij aanvang als je met partners in zee gaat. En met de aannemer, met de gemeente, met Kariander in dit geval. Met de aannemer hebben we het ongelooflijk goed gehad. En dat zie je denk ik ook terug in de snelheid waarmee we dit hebben kunnen doen. Hè. Binnen een jaar van de eerste paal in de grond tot wat we hier vandaag zien. We hebben het gebouwd in ons concept. Hè. Ons concept heet Trento en dat is zoveel mogelijk geprefabriceerde bouw. En dat betekent zeg maar, dat je dus je producten in de fabriek laat maken en dat ze hier naar de bouw toe komen. En dat je bouwplaats min of meer voor het grootste gedeelte een montageplaats gaat worden. Nou, we hebben als Uwoon sowieso voor onszelf de lat hoog gelegd als het gaat om energie. We vinden het belangrijk om op zijn minst energie neutraal te kunnen opleveren. Dat lukt natuurlijk niet overal, maar in dit geval hebben we daar zeer zeker rekening mee gehouden. Dus in dit complex zie je ook terug waar we proberen om in de duurzaamheidsopgave zoveel mogelijk bijdragers te leveren. Een luchtwaterpompen zit hierin en WTB-installaties, wat uiteindelijk zo met elkaar resulteert dat je dus een EPC-norm haalt van 0,0. Er zit geen gas meer in het pand, er zit alleen maar warm water en elektriciteit. Dus alle vloeren zijn ook allemaal voorzien van vloerverwarming en er zitten geen radiatoren meer in. We hebben een hele mooie grote lichtstraat op het gebouw. Links en rechts van de lichtstraat ligt helemaal vol met PV-panelen. Maar je moet ook nog een veiligheidsvoorziening aanbrengen om in de toekomst dakinspectie te kunnen uitvoeren. Dus het is een puzzel, zeg maar, van ja, krijgen we voldoende PV-panelen op het dak om aan de energieprestatie te voldoen. Ja, dit zijn natuurlijk de prachtige dingen die we als Uwoon ook willen bouwen, willen bieden aan de gemeentes waar we actief zijn. En daar ben ik oprecht namens de hele organisatie trots op. Want dit laat zien wat we kunnen en waar we voor bedoeld zijn. Ja, het is uiteindelijk win-win geworden, denk ik, voor u en voor Nijers. Dat we ons conceptje hebben toegepast. En daar zijn we ook de kwaliteit op kunnen leveren, zeg maar, die je van zo'n pand mag verwachten. Ik denk dat de meeste mensen als ze hier langskomen voelen bij dit project dat het lijkt alsof het hier al jaren staat. Dit was natuurlijk 2 jaar geleden, zat hier nog Talent House. 2 jaar geleden zaten hier nog mensen van Kariander, zat er nog een tweedehands markt in. En nu ben je 2 jaar verder en dan staat daar gewoon een heel nieuw gebouw. En als je er langs fietst, dan voelt het alsof het er jaren stond. Nou, dat maakt mij wel trots dat dat kan in Harderwijk.